Yellow is the color of the rising sun. Goeiedag. Dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. En ik vraag me af, wat vindt Amsterdam van de Internationale Vrouwendag? Woehoe. Volgende week is het Julidag, want dan is het Vrouwendag. Oké. Wat ga je doen? Leuk. Met mijn zusje iets doen, leuk, iets leuks doen. Ja. Wat is Vrouwendag? Vrouwendag is elke dag, vind ik. Vrouwendag is elke dag? Ja. Ja. Ja, voor mij is het eigenlijk altijd wel Vrouwendag. Cute. Wat denk je nou dat vrouwen doen op Vrouwendag? Winkelen, weet je. Afspreken met vriendinnen. Ik denk dat ze lekker koffie gaan drinken. Ah, dat moet je aan mevrouw vragen. Ik weet niet echt waar. Ik weet niet. U ziet eruit als een echte powervrouw. Vrouw. Nou, dankjewel. Ja, hè? Wat ga je doen op Internationale Vrouwendag? We zijn net naar de bioscoop geweest met de kinderen, ja. Nou, wat leuk. Wat gezellig. Ja. En dan neem je ze ook weer mee? Nee, op Vrouwendag niet, nee. Wie vindt u nou echt een powervrouw? Mezelf. Karin Bloemen. Mijn vriendin. Je vriendin. Ja, eigenlijk wel mijn moeder. Die zet alles wel door. Ja. Is ook bijna nooit ziek. Nou, ik heb een heel leuke kleindochter. Ja? Ja. Oh, wat is dat? Wat is dat? Ja? Hallo. Hoi, de powervrouw. Ja, mijn vriendin. Ah, wat lief. Hoe heet ze? Ellie. Ellie? Ja. Wat heb je nou nodig om een powervrouw te zijn? Nou, een beetje lef. Daarom zit ze ook op kickboksen, hè Ron? Zit ze op kickboksen? Ja, okay. Wel. Geef maar een paar klappen. Oh. Wat doen mannen op Mannendag? Geen idee. Vast zuipen, voetbal kijken of zo. Ja. Een beetje oppervlakkig allemaal. Niks. Nee. Boodschappen en gewoon... Ik denk hetzelfde als op alle andere dagen. Koffie drinken. Ja, ook. Nee, nee. Ook. Ik heb niks te vieren meer. Ah. Hetzelfde als elke andere dag, denk ik. Oh, nou ja, ik ben daar iedere dag mannendag. Ik ben met pensioen, dus. Oh, precies. Gewoon sporten. Ja? Ja. Ga je vaak naar de sportschool? Ja, 2 keer per week. Ik kan er wel een feestje van maken, natuurlijk. Met heel veel bier? Bier, bitterballen en gezelligheid. Ja. Misschien iets met de kinderen of zo? Niks. Nee. Een momentje graag. Misschien wil deze mooie dame even met mij spreken. Keep my fingers crossed. Oh, helaas. Niet de eerste keer dat ik word afgewezen hoor. Ik kan er best wel tegen. Wie doet er meer in het huishouden? Die kleine. Allebei wel een beetje. Ja? Ja, oprecht. Ik kook en jij doet altijd de afwas en andere schoonmaakdingen. Dus... Ja, toch wel? Ja. Goed bezig man. Mijn man doet de boodschappen en die kookt. Allebei, ja. En hoe is dat verdeeld? Is dat 50-50? Of is het, ja, wie er tijd voor heeft, wie er zin in heeft. En als je je zusje elk cadeautje mocht geven op de hele wereld, wat zou je dan geven? Een Givenchy tas. Ik geef cadeautjes op de dag dat ik het wil. Wat voor cadeaus zou je geven aan je moeder? Nou, wat lekkers, zodat we samen een beetje thee kunnen drinken of zo. Misschien een gebakje of ik weet het niet, zoiets. Wat gezellig, ja. En het recht van een vrouw is? Je moet je niet het aanrechten. Nee. Om net zo gelukkig te zijn als een man, denk ik. Ik ben lesbisch. Op Vrouwendag ga ik vrouwen verseren. Hey. Laat me weten wie jij nou echt een powervrouw vindt in een reactie. Duimpje omhoog, abonneer op Wat's Nieuw. Hier zie je de video van vorige week, waarin ik het heb over de Oscars. En eindelijk is het Leonardo DiCaprio gelukt om die Oscar te krijgen. Volg me op Instagram, linkje staat in de beschrijving. En tot de volgende keer van je powervrouw Gentle Jane. Woehoe!